Ja, je moet altijd even wachten voordat de afname begint. Dus ik wacht nu even en ik ga ervan uit dat ik nu in beeld ben. Dit is nieuwsuitzending nummer, het is een beetje donker hier, nummer 65. En het gaat over Jezus en de samenzwering. En daarvan nummer 5. En nummer 4 heb ik het gehad over de verantwoording van die eerdere uitzendingen, waar ik die gegevens vandaan had. En daarvoor had ik al verteld over die I Ching en die Chinezen en Boeddha. Maar we gaan natuurlijk door in de tijd. We kunnen niet stil blijven staan bij 2600 jaar of nog langer geleden. We razen even in de toekomst. En ik heb verteld hoe in Engeland, dus koning Jacobus, King James de Eerste. Dat was ook niet een hele fijne vent of zo. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar die kreeg het dus aan de stok met de katholieke K-kerken. Maar Amerika ook. En in Amerika was het probleem dat daar allemaal protestanten naartoe gevlucht waren. En waar we nu naar kijken, dat is gewoon de maps.google.com of zo. Hoe heet dat ook weer? Google.nl/maps. En dat is Georgetown University. En ik ga jullie zo dadelijk vertellen dat dit ligt in Marialand, in Virginia. En Virginia, dat is de maagd. Maria, maagd. Rinkt dat een belletje? Hij rinkelt natuurlijk, hè. We praten hier geen Engels, hier in Nederland. Maar doordat je het nu over Amerika hebt met de Georgetown University, krijg je vanzelf dat Engelse gevoel. Nou, Georgetown University, voor degene die dat niet weet, maar iedereen weet dat natuurlijk al lang, hè. Maar Billery Hinton, of weet hij nou? Fok, ben ik zijn naam vergeten. Maar Billery Hinton, weet je, die viespeuk, die heeft een lesbische vrouw. Kom maar, en die heet dan Hibbley of zo. Ja, maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Het is een blondine. Inmiddels is ze een beetje ouder geworden. Maar die Billery Hinton, nu zeg ik het goed, hè. Maar die Billery Hinton, die is hier naar de universiteit geweest. En nu denken jullie gelijk van, nou, Perry die zit weer eens voor de zoveelste keer uit zijn nek te lullen. Hè. Nou, dan gaan we het gewoon even controleren. Ik heb toch een computer aanstaan. Ik ben nog niet afgesloten of zo. Hè. Dus, ga het gewoon even lekker doen. Dus zeg gewoon, Billery Hinton. Zo moet dat toch? Zo moet het. Ja, precies, ja. En dan, en hoe zou het dan met hem en elkaar? Dat is dus de 42e president. Maar ik wil de Wikipedia eigenlijk gewoon hebben. Oh, dat heb ik niet voorbereid, dit, hè? Dus dit vergeven jullie mij wel, hè, toch? Dit is gewoon uit de vrije pols, weet je wel? Uit de losse pols. Even kijken, want dan moeten we gewoon de wiki hebben. Ja, de wiki. Ach, waar ben ik ook dom? Je moet gewoon links kijken, hè? Of Arkansas, fuck, waar staat zijn opleiding nou? Ik heb het hier echt ergens zien staan, hoor, maar ja, kijk eens! Ik ben ook fucking geniaal, hè? Ze hadden mij gewoon Albert Einstein moeten noemen, hè? Want ik weet alles uit mijn hoofd, hè? Waar stond hij nou? Hier stond het. Hier. Georgetown Universiteit. En ook nog Oxford Yale. Nou, dat zal ik wel weer. Maar in Georgetown, dus mijn vader heet ook George. George noemen we altijd, gewoon George. Maar Georgetown, die universiteit dus. En Bill Clinton, die komt er vandaan. Die heeft daar dus gezeten. En dan gaan we nog even terugkijken wat voor een universiteit het eigenlijk is. Hè? Dit is hem dus. Hè? Ik
ga jullie niet lopen fucken nou, maar als je gewoon dit intypt. Je gelooft me natuurlijk. Ja, maar goed, dit, gewoon, ja, dit is wel duidelijk, hè? Jezuïetenschool, bekend voor wetspraak en geneeskunde. Daar komt Willery Hinton vandaan. Dat is toch een lesbienne? Of, nee, dat is een kerel natuurlijk. En dan kunnen we hier nog inzoomen. Dat is ook wel leuk hoor. Dat heet de librarywolk. Ja? Kijk, nee, dan moet je zo inzoomen. Zo moet je inzoomen. Dit is een librarywolk. Hè? Want dan heb je dus hierboven heb je dus de universiteit. Maar hier zit dus de library. Ja? Dat snap je ook wel. Hè? Daar liggen al die boeken. Dit was nog voor internet. Dus dan moesten ze al die boeken op een bepaalde plek leggen. Nou, en dan moet je dus hier moet je overheen wandelen. En dan kom je bij de library. Nou, en waar ligt dit nou? Dan ben ik aan het uitzoomen. Dus de Potomac River. Dus de Potomac rivier. En, heb je, oh ja, en dan gaan we verder uitzoomen. Ja. Zoom, zoom, zoom. Je ziet nog steeds Georgetown. Hè? Daar zit Washington. Met de White House. Maar vlak in de buurt. En we zoomen nog steeds verder uit. Hè? En blijven we zoomen, zoomen, zoomen. Uitzoomen, 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 uitzoomen. Uitzoomen, uitzoomen. En waar zitten we dan? Dan zitten wij in Marialand. Ja? Beetje omhoog. En dit is West Virginia. En Virginia, Virgin. Like a virgin, oh, touched by the very first time. Dat is een maagd. Hè? En Maria is volgens de katholieke K-kerk is ook een maagd geweest. Hè? En hier is het dus ja, in principe begonnen. En dat werd dus later, heb je dus kreeg je de Washington en Washington DC. Zou het ook even opzoeken? Kom op, ik ben toch bezig. Het District of Columbia. Washington DC. Ja. Oh, fok, fok, fok. Nee, fouten. DC. Ja, die moet ik hebben. Ja, die moet ook. Oh, nee, dat moet dezelfde plek zijn. Dat kan niet anders. Er is ook die Potomac. Ja, Alexandria. Zeg je, dat is Washington DC. Zo is dat begonnen. En hier ga je het ook, heb ik gewoon voor je van tevoren, want ik ben ook geen lul, maar kijk, zo ziet het er ongeveer uit. Hè? Dat is Marialand. En dit is dus Virginia, West Virginia. Dit is gewoon Virginia, dit is West Virginia. Dan heb je hier Virginia Strand of zo. Dat is Maagdenland met Maria dinges. Nou, dan snap je wel hoe laat het is, hè. Dus degenen die het nu begrijpen, die kunnen nu deze uitzending stoppen en zeggen van Perry, jongen, de vorige keer heb je al zoveel uitgelegd. Ik snap het nu wel hoor. Dus dan kunnen we maar gewoon weer stoppen. Maar als je het nog niet begrijpt, dan moet je even door blijven luisteren. Want het gaat natuurlijk om de katholieke K-kerk. En hoe dat allemaal ging. In Engeland heb ik ervan verteld. In Engeland ben ik gekomen tot met 1611 ongeveer. En nu pakken we het op in wat er in Amerika gebeurd is in die tijd. Hè. Ja. In het begin, dus hoe het allemaal in Amerika, want niemand wilde naar Amerika. Laten we daarover eens zijn. Hè. Het liefste wil je gewoon in Noord-Groningen wonen. Gewoon lekker in de buurt van je oude moeder. Hè. Met het grappige hondje wat nog leeft. En niemand wil naar Amerika. Ja, die paus die ging hier in Nederland echt ontzettend vervelend doen. En met de paus bedoel ik dus niet die meneer. Maar ik bedoel dat wat die meneer iedere keer weer neerzet. En toen gingen wij naar Amerika. Nou, ik zal even nog verder uitzoomen. Even kijken hoe dat moet hoor.
Kijk, dit is dus Amerika. Hè? En het noorden daarvan. En daaronderin, even wachten op Google Maps, ja oké. Daaronderin heb je dus Zuid-Amerika en dit is dan Noord-Amerika. En momenteel is dat iets van 50 staten. Obama, die vergiste zich nog en die zei dat het er 49 waren of zo. En misschien vergis ik me ook wel. Ja, ik ben geen president van Amerika. Dus ik mag me vergissen in het aantal staten. Ik zit hier niet op... Maar je hebt dus tientallen staten momenteel. Nou, dat begon ooit als koloniën. En dat waren geen koloniën van Engeland. Het waren gewoon kolonisten. En mensen die daar naartoe vluchten op de vlucht voor de paus. En die hadden allemaal hun Bijbel bij hun. En Bible believing Christians. Dus ze lazen wel hun Bijbel, dus dat was goed. Nou, in de begintijd had je iets van 7 stukjes Amerika die een naam hadden. En dat heette de 7 koloniën of de 8 koloniën. Reken mij er niet op af. Daar gaat het niet om. Maar in eentje, slechts in 1 kolonie, was het katholicisme enigszins toegestaan. Bij de rest niet. En je mocht altijd uit de Bijbel voorlezen, dat was allemaal geen probleem. Je mocht gewoon christelijk zijn en je mocht. Je had allerlei verschillende soorten christenen daar. Het was echt een ontzettende multiculturele christelijke gemeenschap daar. Ook met Amish, van die Duitse. Deutsche. En het leefde allemaal gewoon een beetje langs elkaar heen. Maar verder geen probleem. Je blijft gewoon van elkaars dochters af. Behalve natuurlijk als de kinderen moeten komen. Ja, dan moeten we allemaal een beetje ruimte maken voor die nieuwe kinderen. Maar als je katholiek was, dan kon je het lekker schudden. Je mocht als katholiek bijvoorbeeld niet een mis organiseren. Een eucharistieviering. Dat was daar uitdrukkelijk verboden. En als je dat dan toch deed, want op zich mocht dat, en dan neem je gewoon een kelder van Marc Dutroux en dan ga je lekker in je kelder ga je eucharistieviering doen. Dan, ja. Maar als ze dat wisten, nou, dan mocht je dus geen ambtenaar worden. Maar tegenwoordig, als jij hulptrainer wil worden bij FC Almere of FC Waterwijk of AS80 of wat voor voetbalvereniging in Almere, CQ Omstreken, maakt niet uit waar. Voor mij wordt dat voetbalvereniging Zaandam en Omstreken. Maar als je daar hulptrainer wil worden, dan moet je naar de gemeente toe en een verklaring vragen omtrent gedrag. Een VOG-verklaring. Nou, in die tijd mochten mensen die katholiek waren, denk ik wel hulptrainer zijn bij een of andere lullige voetbalvereniging. Maar een baantje bij de overheid, dat kon je lekker schudden. Dat was niet toegestaan. Want je was namelijk KKK. En de christenen, die hebben een pesthekel aan de KKK. En dat komt omdat de KKK heeft ontzettend veel christenen gedood. En dat was nergens voor nodig. Het waren gewoon maar mensen. En die deden niks kwaad. Ze wilden Jezus volgen. En that's it. En ze wilden geen belasting betalen aan een priester iedere zondag. Hadden ze er gewoon geen zin in. Dat is gewoon een ander verhaal. Snap je? Nou, de paus, die zat dus, ik zal even aanwijzen waar de paus zat. Die zat dus hier.
Kijken of ik dat. Daar zat de paas. En de protestbeweging, die was dus hier ergens. Ja, ik weet niet precies. Oh, dat kunnen we ook opzoeken. Kom op. Oh, we zijn toch bezig. Martin Luther. En waar had hij dan ook weer? 1507, Wittenberg. Duitsland. Nee, ga even een maps. Sorry. Oh, dan valt mijn computer ook weer uit. Wat dan? Ja. Oh, dit is waar ik woon. Hier woon ik vlak in de buurt, maar dat maakt niet uit. Wittenberg. Nee, dat moet ik niet. Shit. Hoppa. Even uitzoomen. Dit is Wittenberg, hè? Zien jullie, ja? Wittenberg. En dat is, waar ligt dat? In Duitsland. Dus daar ongeveer. Daar zat dus Martin Luther een beetje, ja, te eikelen. En die begon dus, dat was de lont, of zo moet je dat zeggen, de ontsteking van het protestantisme. Dus de paus die had een probleem in Duitsland. Maar die had dus een nieuw probleem in Amerika. Waar al die protestanten naartoe gevlucht waren. Dat was best een eind fietsen, zullen we zeggen. Zeg maar even grappig. Dat is een heel eind hoor, om van hier, vanuit Germany, helemaal daar te komen. Die paus, binnen de katholieke K-kerk, is dus in 1540 een militaire organisatie opgestart en die heet de Jezuïten. En die hebben de protestanten aangepakt. Nou, dan kunnen de protestanten een puntje aanzuigen. Dat was echt niet te vrolijk. Man! Ik heb in de vorige uitzending met mijn verantwoording het gehad over het boek Der Martelaren van Fox. Het was behoorlijk vet. Nou, er is dus een Jezuïet geweest. En die was van de familie Carol. Of op zijn Engels Carol. Dat is Christian Anton dubbel R O L. Carol. En een van die telgen, die heeft die Georgetown University opgestart. En ze hebben wereldwijd iets van 20 of 30 universiteiten. En een heel groot aantal ligt gewoon in Amerika. En daar zitten ze dat smerige. Hè, dat mag je niet zeggen. Nee, dat neem ik even terug. Dus bij deze wil ik iedereen mijn excuses aanbieden. Maar ik hou er niet zo van dat je een misviering doet. Een eucharistieviering vind ik niet oké. En dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Dus dan mag je mijn burgerservice nummer vragen. Dat is 059-668-301. Dat is mijn nummer. En mijn mening is dat een eucharistieviering, dat doe je niet. Laat staan met je kinderen erbij. Laat staan aan plein publiek. Je doet dat gewoon niet. Dat is gewoon smerig. Ik vind dat smerig. Maar dat niet dat die mensen die dat doen, dat het smerige mensen zijn of zo. Maar ik vind het een vieze gewoonte. Maar goed, die Jezuïeten, die hebben dus gewoon wel lekker, ondanks het feit dat ze verboden waren, hebben ze dus toch, omdat ze ontzettend stinkend rijk waren. Ja, en hoe kan dat eigenlijk, hè, dat die Jezuïeten zo rijk zijn de hele tijd?
van, je bent met je vriendjes Monopoly aan het spelen. En een bepaald vriendje wint altijd. Ja, die is of heel erg goed in Monopoly. Want dat kan. Je kan heel goed weten welke straat je wel kan kopen. En wanneer je een hotel moet kopen. En wanneer je eventjes moet wachten. En je centjes moet bewaren tot je weer een keer goed gooit. En dat je weer lange poten en het spui heb je er dan bij. En dan gaan we investeren. We gaan niet investeren in Utrecht. In Nederland is dat dus zo. Hè? Het Nederlands Monopoly Board. Dat is anders dan in het Amerikaanse. Maar als iemand de hele tijd wint, want het is wel degelijk een spel. Maar als iemand de hele tijd wint, dan is hij of heel erg goed in Monopoly. Of Monopoly, zoals we vroeger zeiden. Maar Monopoly spelen. Of hij speelt gewoon vals. En dat laatste, dat is heel moeilijk te verteren voor veel mensen. Dat er mensen onder ons zijn die gewoonweg vals spelen. Tenminste, wij noemen dat vals spelen. Zij niet. Zij noemen dat Monopoly. Snap je? Dus die rachen gewoon door. En Lorenzo Ricci, dat heb ik dus beloofd in de vorige uitzending. Zal ik hem er even bij pakken? Ja, ik doe het gewoon nog eventjes. Dan weten jullie zeker dat ik niet uit mijn nek lul. Hè? Maar Lorenzo Ricci. Pak hem even weer bij je. Hier. Deze meneer. Even grotertjes maken. En dan doe ik eventjes zootjes. Dan kunnen jullie het ook zien. Oh, fokkie die fok. Sorry. Oefening baart kunst, mensen. Kijk, Lorenzo Ricci. Dat was een jezuïet. En wat nou de conspiratie is. En dat is gewoon een hypothese of een theorie of zeg het maar. Of het nou echt waar is, dat weet ik ook niet. Aannemelijk is het wel. En Lorenzo Ricci, dat was een top jezuïet. En die kreeg het dan aan de stok met de paus in Rome. En hij zou ter dood gebracht zijn of voor eeuwig opgesloten in een gevangenis. Dat kan, dat zou kunnen zijn. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat de jezuïeten binnen de katholieke K-kerk een hoop tumult hebben getrapt. Dat zou kunnen zijn. Het andere verhaal is dat het alleen maar de wereld ingeslingerd is om Lorenzo Ricci vrij te spelen van de paus. En Lorenzo Ricci is dus volgens die hypothese onder het mom van het feit dat hij heisa had met de paus, is hij gaan aanschuiven met de protestanten in het noorden van Amerika. Ja, wat ik jullie net heb laten zien. Ja, dus je hebt Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Hij was naar het noorden van Amerika gegaan. Want daar zit de poed natuurlijk. Daar zaten de blanda's. Ze zijn nooit bang geweest voor negroïden. Dat zijn die blanda's die motten ze hebben. En Lorenzo Ricci, die schijnt er gewoon naartoe gegaan te zijn. En die is allemaal mengelen. En gewoon van binnenuit de boel gaan besturen. En vooral niet vertellen wie je bent. Dat is de tactiek. Wat ze voor elkaar gekregen hebben. Dus ik ben in Engeland gestopt met rond 1611. En in Amerika, daar hebben ze rond 1776. Ik ga gewoon kijken of ik hem even kan vinden. Ik heb die niet, dat had ik er eigenlijk van tevoren bij moeten pakken. Maar. Ik doe even anders. Eén seconde.
First Amendment. Dat is de eerste toevoeging, zeker verbetering, van de Amerikaanse grondwet. En dan gaan we nu even kijken naar de tekst. Even iets groter. Nou zeg, mijn Mac werkt niet. Oh, ik doe het gewoon anders. Ik doe gewoon dit. Oh nee, dat kan zo wel. Nee, dat kan zo wel. Het congres zal geen wet opstellen aangaande het oprichten van een religie of het verbieden van het vrijelijk uitoefenen daarvan. Or abridging the freedom of speech, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Nou, dat laatste weet ik eventjes niet wat het betekent. Maar het eerste wel. De overheid, want hier gaat het om, het congres, dat is het parlement, zullen we zeggen. De overheid, de toezichthouder. En die zal dus geen wet mogen maken om een bepaald geloof te bevorderen of het te verbieden. En het is verkocht onder het mom van de freedom of speech. En voel je hem al hangen? Die arme protestanten, die dachten eventjes die katholieken weg te kunnen verbieden. En ze hebben onder dit contract, want dat is het. Het is gewoon een contract. Hebben ze een handtekening gezet. Ja, dan ben je mooi de lul. Want dit betekent dus dat het katholicisme vanaf 1791 vrijelijk toegang had tot Amerika. Want dat stond in de eerste aanpassing, zeker verbetering of zo, van de grondwet. Ieder geloof is toegestaan. Dat staat hier. Je mag weliswaar als overheid niet zeggen, wij zijn katholiek of zo. Of iedere katholiek krijgt 100 euro in de week. En dat mag je dan niet doen. Maar je mag het katholicisme niet verbieden. En het katholicisme, om eventjes tot het punt te komen. Hè? Jezus, die heeft gezegd, als je wil bidden, bid dan. En dan had je een heel stuk teksten. En dat heet het Onze Vader. Dat heeft hij, tenminste dat is opgeschreven, dat hij dat gezegd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam zij geheiligd, bla 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 bla. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo hier op aarde. De katholieken, die hebben daaraan toegevoegd, dat heet een wees gegroet. En wees gegroet, Maria. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood.
Amon. Maar dat staat niet in de Bijbel. En hoezo is er een moeder van God? Waar hebben we het over? Ik vind het begrip God al niet te begrijpen. En voor zover ik het wel begrijp, wil ik het er niet over hebben. En die heeft ook nog een moeder. Een fucking moeder. En wie heeft die moeder dan zwanger gemaakt? Het is maar een vraag hoor. Ik wil niet vervelend doen. Kijk, je kan het hebben over het onbegrijpelijke. Hè? Immanuel Kant had het erover. Arthur Schopenhauer had het erover. Friedrich Nietzsche had het erover. Martin Heidegger had het erover. Søren Kierkegaard. Dat is ook zo'n leuke. Dat is een Deen. Ik denk dan altijd van... Niet Søren Kierkegaard. We hebben ook zo'n hele fameuze Deense voetballer gehad. Die heette Søren Lerby. We hebben het allemaal over, maar dat is het onbegrijpelijke. En dat je ook een keer gaat weten dat het onbegrijpelijke een moeder heeft, dan ben je een viesbeuk. En een goed begrip. En niet jullie niet, natuurlijk. Het katholicisme is niet zo heel erg lekker. Qua geloof. Een katholieke, ja, die neem ik helemaal niks van. Ik ben zelf ook zo dom als het achterin van de varken. Nou, dan gaan we even kijken, wat ga ik er nog meer van vertellen? Eigenlijk heb ik wel gehad hoor. Dat die Freemasons, kijk die vrijmetselarij, ja? Dat is een onderafdeling van de katholieke K-kerk. Oh, ik weet wel waar het over gaan hebben. Want aan het einde van de 18e eeuw, toen Immanuel Kant zijn Magnus Opus schreef, te weten de kritiek van het zuivere verstand, op zijn Duits kritiek der reine Vernunft. En op zijn Duits is dat grappig, op zijn Nederlands niet. Dan mis je de grap. Het is een beetje jammer voor ons dat wij moeten toegeven dat er dus Duitsers zijn die kunnen grappen maken. Ja, ze hebben ook een keer van ons gewonnen met voetballen. Dat was ook vervelend. Dus kritiek der reine Vernunft. Dat is het einde van de 18e eeuw. En toen hebben ze dus Amerika met die amendment, hebben ze gewoon een voet tussen de deur gekregen. Die Carroll, die heeft die eerste universiteit gesticht, die Georgetown University, hebben allemaal doorgenomen. En toen zaten ze lekker binnenbord. En toen begon de 19e eeuw natuurlijk. Had je hier in Europa, had je Napoleon en Hegel. Die noemen ze wel eens Hegel. Maar volgens mij heet die man geen Hegel. Die heet gewoon Hegel. Een ontzettende hekel aan die man. Tenminste, Arthur Schopenhauer had een ontzettende hekel aan die man. En ja, ik wil altijd in hetzelfde team zitten als Arthur Schopenhauer. Sorry voor mijn hekel, maar hij blijft maar doorgaan. Hè. Maar in die tijd hadden ze Amerika in handen. En in 1865 had je daar een president en die heette Abraham Lincoln. Een moeilijke naam. Abraham Lincoln. Ja, die vonden ze niet leuk of zo. Vonden ze een stomme president. Die was niet goed. Die moest maar weg. Het was niet de eerste president die weg moest hoor. Daarvoor had je Harrison of zo. En daarvoor had je er nog een. Je moest maar het lef hebben om president te worden van Amerika in die tijd. Want de katholieke K-kerk die kwam op bezoek en die vroeg dan heel vriendelijk of je nog een paar dingen wilde doen. En als je dat niet wilde doen, dan ja, kwestie van wachten en dan was het afgelopen.
En Abraham Lincoln, die hebben ze omgelegd in het kader van een grootscheepse operatie, want er moest iets van 5 mensen omgelegd worden. Ik zal pak even die pagina erbij, we maken het uit. Kijk, hij staat gelijk boven. Wiki. Dit is Wiki, ja. Kijk, hij is dus april, 15 april 1865. We hebben het net gehad over de Constitution met die amendment, waarbij de katholieke kerk toegang kreeg tot Amerika, gewoon officieel, dat ze in de regeringskanalen konden gaan deelnemen en lekker meedoen met iedereen. En dan heb je dus ongeveer iets van 70 jaar daarna, heb je Abraham Lincoln. Nou, dit is Wikipedia en ik ga dat niet uitvergroten, want het slaat allemaal nergens op, want ze zeggen toch niet waar het om gaat. Want ze zeggen niet hoe die vermoord is. Het is allemaal over zijn eerlijke carrière en la la la. Even verder rustkollen hoor. Dat is allemaal bullcrap dit. Ja, dat kan je ook allemaal lezen. Maar gaat het niet om. Het gaat natuurlijk om zijn dood. In ieder geval, ja, assassination. Oké, okay, daar komen we naar. Ja. Zo is hij doodgeschoten. Dit is, even inzoomen. Fuck, waar zit ik nou? Hij wordt wel steeds groter, dat moet je me toegeven. Blijft een beetje scrollen, maar het wordt steeds groter. Maar dit is dus het plaatje. Fuck, waar zit hij nou? Ja. Nou, ik hoop dat jullie het nog goed kunnen zien. Dus hier was Abraham Lincoln, die was naar een theaterstuk aan het kijken. Vanuit de presidentiële booth. Dat zal een loge zijn. Dat is een of ander kamertje in een theater. En dan mag de president zitten. En links zie je dus John Wilkes Booth staan. En die schiet hem voor zijn kop. Dit is gewoon gebeurd. Het is geen conspiracy hoax. En waar het hier om ging, dit waren katholieken. John Wilkes Booth was een katholiek. Kijk, en hier staat dan ook op Wikipedia dat het ging niet alleen om Lincoln, maar ook om een meneer die heette Grant. En ze wilden ook de vicepresident Johnson en de Secretary of State Seward. Maar dat is al die laatste allemaal mislukt. En John Wilkes Booth is gewoon, kijk hoor. Ja. Booth was tracked down and found on a farm in Virginia. Maagdenland. En hij is uiteindelijk doodgeschoten. Booth was killed by Sergeant Boston Corbett. Nou, die andere 3 die gepakt zijn. Het is allemaal ze hebben het niet over de 5. Maar er waren er 5. Dat is 5 personen. 5 katholieken. En die heette. Zo. Rat. Toch? Zo Rat. Nee, het is fout geschreven. Probeer hem zo. Oh nee, dat doe ik ook niet. Lincoln. Assassination.
John Surratt, daar is hij. Met deze man. Die was dus beschuldigd dat hij meedeed aan die moordaanslag op Abraham Lincoln. En zijn moeder, moet je nagaan, hè, met je moeder zit je in een samenswering. Ja. Maar zijn moeder is opgehangen. Echt aan een touw, met een nek gebroken of zo. Met zijn moeder was het mooi afgelopen. Maar haar zoon, John Harrison Surratt Jr., die is. Die wist weg te vluchten naar het Vaticaan. En daar kon hij gewoon. Dan kreeg hij een baantje. Een soort asielzoeker was het. En voor bewezen diensten, namelijk het helpen van het omleggen van Abraham Lincoln, de 16e president van Amerika. Nou, dan kreeg hij gewoon een mooi. Een huisje heeft hij gehad. Een baantje. Ja, hier. Surratt traveled to the Kingdom of Italy. Nee. Maar hij was toch, hier wordt gezegd, hij was gearresteerd. In 1866. Ja, het zal misschien. Het andere verhaal wat ik hoorde is dat hij dat aan zo'n dood lekker in het Vaticaan zat. Beetje raar verhaal, man. Dit vind ik ook gek. Surratt, dat is dus die man, een van die samensweerders, probeerde tabak te verbouwen. En in 1870 begon hij een hele fameuze tour door Amerika. Oké. Een much heralded public lecture tour. Dus hij ging lezingen geven. En iedereen vond het geweldig. En dit is allemaal zo'n pakje van de paus. Dus, we hebben nu Amerika besproken. Hoe dus de protestanten wegvluchten voor de paus. Voor die verschrikkelijke katholieken. Hè? Dus even de goede katholieken. Zijn heel veel mensen die zijn katholiek. En die weten echt niet waar ze het over hebben. Die zijn gewoon katholiek. En die denken van ja, mijn vader was katholiek. Mijn opa was katholiek. Dus ik ben ook katholiek. Dat zijn geen foute mensen. Maar er zijn dus katholieken. Hè? En die doen gewoon samensweren. En ik heb het in de vorige uitzending verteld. Hoe ze de Vietnamoorlog gedaan hebben, die katholieken. En nu dus eventjes terug in de tijd, hoe die katholieken de 16e president van Amerika even voor zijn kop hebben geschoten. Ja, je moet het maar durven als katholiek. Je moet het fucking lef maar hebben. En die katholieken hebben dat. En die hebben dat lef. En die schieten je gewoon dood. Dat doen ze. Dat hebben ze zo vaak gedaan. Je gaat mij nou niet vertellen. Nee, maar in 2015 heeft de paus een contract ondertekend. En hij belooft dat hij nooit meer iemand dood zal laten schieten. Op straffen van het feit dat wij zijn pik mogen afhakken. En mogen frituren en geven aan dakloze kinderen. En we laten hem een leven natuurlijk. Hè? Maar dan wel zonder piemel. Ja, het klinkt een beetje grof, maar ik bedoel het wel zo.
Dus dat is allemaal niet. Het is eigenlijk wel leuk. Ik bedoel, nu weten jullie het, hè? Van Sean Harrison Surratt. In Papal Zouave. Papal betekent pauselijk. Hè? Pauselijk. Zouave, wat zal het zijn? Dat doet ook niet echt. Papal Zouaves. Een Oi Infantry Force. Gewoon zo'n voetsoldaat. Dus hij heeft dus meegewerkt aan het vermoorden van een Amerikaanse president. En toen mocht hij voetsoldaat worden. Om de pauselijke staten te verdedigen. Ja, waar liggen die eigenlijk, die pauselijke staten? Dus tot zover hebben we het afgerond en we gaan de volgende keer voor Amerika gaan we verder met wat er gebeurd is met de Federal Reserve Bank, de bank van de Algemene Bank van Amerika, hoe dat in elkaar zat. En we gaan het ook nog hebben over de eerste 30-jarige oorlog, want dat is jullie ook nooit verteld. We weten van de 60-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog. Maar dat is ook een 30-jarige oorlog geweest. 2, om precies te zijn. En dat wordt de volgende uitzending. Waarin we het daarover gaan hebben. Maar het is echt heel erg moeilijk voor jullie. Ongetwijfeld. Om te beseffen. Dat ik dus meer weet van de geschiedenis. Dan jullie. Terwijl ik niet eens een fucking geschiedenisleraar ben. Ik ben alleen maar een computer-nerd. Met een U. Ik zit een beetje op internet te kijken. En dan kijk ik natuurlijk ook naar. Ik heb hele gekke dingen gezien. Maar ik kijk ook gewoon naar dingen die ik denk, waarvan ik dan kan vaststellen. Hé, maar dit klopt. En dat zouden jullie ook moeten gaan doen. En op mijn website staat wel een lijstje van waar je kan gaan beginnen. Maar ik heb je ook allemaal namen genoemd en je moet het echt zelf gaan uitzoeken. Hou er goed rekening mee dat die paus, dat is dus niet die man of zo, maar die instantie die die paus maakt. Ga eens eventjes kijken wat ze gedaan hebben met die Duitse vrouwen in Berlijn in 1945. Al die mannen van Berlijn, die zaten in Stalingrad of zo, zichzelf dood te vechten. En hun vrouwen, ja, die werden doodgeneukt. En zo is de paus. En het is een vrolijk en leuk bericht dat ik dit aan jullie kan vertellen. Dat je het in ieder geval weet. Je bent bij de neus genomen. Aan die nazen gevangen. Er is met uw voeten gespeeld. Op het zeggen de Belgen dan. Maar we zijn nog niet dood. Hè? En de volgende keer gaan we lekker verder. Dan gaan we het hebben over hoe ze dan die tweede 30-jarige oorlog. Die wij kennen onder de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met het interbellum. Wat gewoon één groot geheel was. Dat heet de Tweede Dertigjarige Oorlog. Maar dat komt de volgende keer. Dus, lievers, dat jullie er helemaal hebben uitgeluisterd. Ik ben trots op jullie. Dat je je wil verdiepen. En dat je daarmee, doordat je je verdiept in de geschiedenis, ook een toekomst schept. Dank jullie wel.